Wat is productontwikkeling eigenlijk? Productontwikkeling is een unieke opleiding in Vlaanderen, waarbij dat we aan studenten aanleren hoe ze ideeën, die ze zelf gegenereerd hebben, om die om te zetten in vermarktbare producten. Moet je creatief zijn om zo'n idee te bedenken of kun je dat ook aanleren hier? Creativiteit aanleren op zich misschien niet, maar je kan wel methodes aanleren om creatiever uit de hoek te komen. Ja. Productontwikkeling is niet alleen een diploma, het is ook een attitude. Mm-hmm. En die basisattitude is, ik stel alles in vraag. Zo filosofisch. Absoluut. Ja. Wat zijn we aan het doen? Werken voor school. Kun je eens even uitleggen wat we hier precies zien? Het is eigenlijk een 3D-opdracht en we moesten eigenlijk een muis namaken in 3D. Jullie zijn veel bezig met creativiteit. Ja. Kan je daar nu voor studeren of ben je gewoon creatief? Je moet wel iets hebben van creativiteit, denk ik persoonlijk. Ik zie die jongen daar lachen. Ik stel voor dat we even naar hem gaan. Ah! Klik die vieze papladen maar weg. Als je zo tot een idee moet komen, waar kom jij tot een idee? Bijvoorbeeld ik, als ik onder de douche zit, dan kom ik echt met supergoeie ideeën. Dus. Oh, oké. Hij zit nu met heel andere ideeën. Ja. Niet met jullie. Dit heb jij gemaakt, Annelies. Ja, was dat je eindwerk? Dat is mijn eindwerk. Dus je studeert 4 jaar en dan moet je dan een project kiezen waar je het volgende jaar een heel jaar aan wilt werken. En bij mij kwam mijn promotor met het gedacht van een zool te ontwikkelen die dat goed zou zijn om in pumps te liggen. En ik heb dat idee dan een beetje opengetrokken naar waarom die mensen een comfortabele dameschoen maken. En dat is uiteindelijk op deze gekomen, wat dat dan een schoen is waar je 6 verschillende zooltypes in kunt leggen, waardoor dat eigenlijk voor 1 lengtemaat dat je 6 verschillende individuele schoenen kunt aanbieden aan je consument. En van waar is dat idee eigenlijk gekomen om zo'n zooltje te maken voor vrouwenhakken? Ik denk dat er heel veel vrouwen die problemen wel kennen. Allee, als je op een feestje staat 's nachts en je denkt van ik heb hier mijn hakken aangedaan, ik had dat niet mogen doen. En wel met deze denkt dat hopelijk niet meer. En merk jij zelf in het dagelijkse leven dat je de dingen in vraag stelt en over elk product denkt, hoe kan ik dit nu beter maken? Ik merk dat ik me heel vaak frustreer aan huidige producten. Maar soms zijn er ook problemen die ongekend zijn. Waarvoor dan komt er een heel nieuw product op de markt en dan ontdekt ineens problemen waarvoor dat je daarvoor eigenlijk dacht, ik had hier niet per se problemen mee, maar dit is toch beter. De stofzuiger bestond al lang, maar Dyson heeft er iets compleet anders van gemaakt. Ik wil maar zeggen, een nieuw product hoeft niet per se iets compleet nieuw te zijn.